Hoi, ik ga je laten zien hoe je in Qt, in een GUI-programma, in een grafisch programma met een window, hoe je daar een knop op kan programmeren die wat doet. Nou, het begin ga ik wat sneller doorheen. Ik maak een Qt Widgets application. Die noem ik test 2 of zo. Kids is prima. Ik kies een Qt Widget. Nee, een Qt Dialog. Dat is mijn favoriet. Finish. Klaar. Ik ga naar de forms. En ik sleep een button drop. Juist, button. Als ik nu mijn programma run, dan zul je zien dat ik een programma heb met een button die nog niks doet. Dat zullen we even. Dus hij is nu aan het compilen. Application output. Hoppa, daar is hij. Doet nog niks. Precies wat we verwachten, want ik heb ook nog niks geprogrammeerd. Nou, wat ik ga doen, is een button. Er zit een tekst op. En aan de rechterkant. Hij staat ook op de button, staat nu geselecteerd. Ik kan hem even netjes zien. Onze button heet push button. Ik kan hem anders noemen. Hier heet die button. Deze button heet push button. En de tekst daarop, die staat onder het. Dit is de object inspector. De object inspector laat zien wat je button allemaal kan en heeft. Nou, onze button heeft een tekst. En als ik hier schrijf hero, dan verschijnt die tekst ook hier. Nou, deze woorden zijn heel handig om te snappen wat er gebeurt. Want het woord tekst is blijkbaar hoe Qt de tekst op een button noemt. Hè. En andere woorden zouden caption kunnen zijn, of lines, of wat dan ook. Blijkbaar werken we hier met het woord tekst. Mooi. We gaan programmeren. Dat doen we door op de button op de rechtermuisknop te klikken. We klikken op Go to Slot. De linkermuisknop. Nou, dit zijn slots. Er zijn dingen die kunnen gebeuren. We klikken op. Klikt. Oké. En nu komen we in de code. Dit is wat er gebeurt. Gebeurt als je op de knop drukt. Als ik de code nu run, gebeurt nog steeds niks van deze schuine strepen. Dat betekent dat het commentaar is. Dus er gebeurt nog steeds niks als je op de knop drukt. Kijk maar, hoppa, gebeurt niks. Maar wat we nu gaan doen, is we gaan ervoor zorgen dat die tekst verandert. Het magische woord is this. This betekent, oké, ikzelf, dit. Van het forum waar ik nu op ben, daarvan de UI, de user interface, dus hoe het eruit ziet. Daarvan pakken we de push button, onze push button. En daarvan gaan we de tekst veranderen. En je ziet als ik al tekst kies, en het menutje is heel handig. Tekst is dus het woord hoe we tekst eruit kunnen krijgen. Dat is nog niet helemaal duidelijk voor jullie, want tussen de ronde haken staat niks. Maar er komt een Q-string uit. Dat betekent als ik dus op deze manier vraag ik de tekst. Maar wat ik wil doen, is ik wil de tekst veranderen. Ik wil de tekst zetten op een nieuwe waarde. In Qt hebben ze dat heel simpel. Doen ze dat altijd op dezelfde manier. Je doet in plaats, als je iets wilt veranderen, je set. Dan de naam van wat je wilt zetten. De tekst. Nou, blijkbaar is dat dus set tekst. Hoe komen ze erop? En dan hier zet je je tekst. Ik ben, of ik maak er gelukt. Gelukt van. Als ik dus nu op de knop druk, wordt van de knop de tekst gelukt. Nou, dan gaan we natuurlijk controleren. En tada, hier ook gelukt, uitstekend. Nou, soms wil je wat anders doen. Soms wil je bijvoorbeeld dat de tekst hoger wordt of meer wordt. Ik pak bijvoorbeeld een spinbox. Een spinbox, dat heeft een waarde. En die waarde ga ik hier aan de rechterkant opzoeken. En we zien dat de waarde nu 0 is, dus ik weet aan de rechterkant ook ergens een 0 vind. Ah, hier, value. Wat ik nu ga doen, is ik heb hem op 5 gezet. Wat ik nu ga doen, is als ik op de knop druk, wordt die waarde 1 hoger. Nou, hoe? Ik kan weer ernaartoe gaan met Go to Slot. Maar wat ik nu ga doen, is ik ga via Edit, ga ik naar de code toe. Hier zie je ons hele project. Ons project bestaat uit 1, 2, 3, 4 bestanden. Nou, de code staat onder dialog.cpp. Kijk, hoppa, daar zijn we alweer. Nou, wat ik eerst ga doen, is dat als ik op de spinbox druk, dat ik de waarde nu op 9 zet.
En 9 is maar gewoon een willekeurig getal om te laten zien dat hij het doet. He, want wat we willen is dat hij 1 hoger wordt. Maar ik laat hem even zien, hij moet 9 worden. Dat gebeurt uitstekend. Om hem 1 hoger te maken, moeten we eigenlijk de waarde nu hebben. De waarde van nu. En dan plus 1. En op die manier zetten we dus hem op 1 hoger. Nou, de waarde van nu is erg makkelijk. Want we weten wat de waarde is van spinbox. Dat is namelijk this UI spinbox value. En nou hebben we hem al. Nu wordt die 1 hoger. Als ik hem nu run, dan zul je zien dat die spinbox steeds 1 hoger wordt. Klik, klik, klik. Totdat hij zijn maximum bereikt. Dat hebben we ergens in kunnen stellen. Nou, misschien zit het maximum op 100, dat weet ik niet. Hij gaat niet oneindig door, want de spinbox heeft een maximum. Oké, okay. Stel je eens voor, en nu komt er een fout die vaak gebeurt. Soms heb je iets van, ik wil als ik op de knop druk, daar wil ik niet meer op reageren. Dus ik verwijder deze code. Nou, op dit moment doet je programma niet meer. Als ik nu druk op run, gaat hij een error geven. En hij gaat geen compile error geven. Hij gaat een undefined reference geven. Undefined reference to, dus hij zegt, hey, on push button clicked is weg. Dat komt, die staat nog in dialog.h. Kijk, hier zie je hem staan. Dus als je iets weg wilt halen, moet dat ook in de header file, de .h file. Nu doet de knop weer helemaal niks. We zijn weer terug bij het begin. Maar we hebben dus nu de belangrijkste fout eruit gehaald. Oké, dit was het voor vandaag. En ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!